Oké, de volgende zangeres die ken ik zelf al een tijdje. Die geef ik al een jaar of drie les op de theaterschool van de SKVR. Ze heet Agnes en ze is bijna 16. Ze kan echt heel mooi zingen, vond ik altijd al. Dus ik hoop ook heel erg dat ze er later iets mee gaat doen. Maar ze heeft nog even de tijd, volgens mij. En zij gaat een liedje zingen wat ik met haar in worship ook heb behandeld. Ze heet Secret Heart van Feist. Agnes. Je hebt meerdere workshops meegedaan, toch? Ja. Welke allemaal? Die van de chum Rosie en die van jou. Yes. Rotterdam. Toch? Rosie is ook uit Rotterdam. En wat was het verschil tussen Rosie's workshop en die van mij? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Nou, sowieso de muziek. Oh. De liedjes, zeg maar. Ja. Nou ja, jij maakt andere muziek dan met jou. En nou, bij jou hadden we een kleinere groep. Dus dat was veel meer op het individu gefocust. Nou, het was eigenlijk heel anders. Heel anders, ja. Maar allebei leuk. Ja, het was allebei heel gaaf. Yes. Oké, en je acteert dus ook, dat weet ik toevallig. Maar vind je zingen dan toch leuker dan acteren? Ja. Ja. Hoe lang moet je nog naar school? Nog 2 jaar. En dan? Ja, dat is wel. Ja, dan ben ik naar het conservatorium. Maar dat mag niet van mijn ouders. Oh.
lijkt me heel leuk als je dat ooit gaat doen. Ik denk je dat het echt hartstikke goed zou kunnen namelijk. Dankjewel. Dus succes ermee. Goed je best nog op school, hè? Als je allemaal een tien haalt, dan wacht vast. Toch? Oké, nou, ik dankjewel. Achter, geef een warm applaus.